Dit is Op Weg met de Bijbel, een podcast van TWR. Hé, hey, wat fijn dat je luistert naar Op Weg met de Bijbel. Mijn naam is uh, Olaf Ten Napel. Jarenlang werkte ik als voorganger in een evangelische kerk. Maar een aantal jaar terug gooide ik het roer om en verlegde ik mijn focus naar het coachen van mensen. Vorig jaar schreef ik het boek Levensadem, waarin ik vanuit het scheppingsverhaal stilsta bij die belangrijke vraag: wat is nou het goede leven? In deze vijf afleveringen neem ik je mee in de thematiek van mijn boek. Vandaag luister je naar de eerste overdenking met het thema zuurstof. We lezen samen een bijbeltekst uit het scheppingsverhaal en vervolgens deel ik enkele gedachten met je. Ik hoop dat je meedoet en dat je ervan geniet. We lezen in Genesis 2, vers 7. Een prachtige tekst. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof, uit aarde. En blies hem levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen. Een van de meest heftige televisiebeelden van de afgelopen jaren komt, wat mij betreft, uit het nieuws van 25 mei 2020. Weet je, in het nieuws gaat het heel vaak over grote thema's, zoals natuurrampen of honger of oorlog, waar soms hele landen onder lijden. Maar dit keer werden alle ogen van de wereld gericht op één enkel mens. Dat geboeid op de grond lag, terwijl een politieagent meer dan acht minuten lang zijn keel dicht drukte. Allemaal mensen stroomden ook toe en konden hun ogen niet geloven. Sommigen pakten zelfs hun telefoon om het te filmen. En zo, via Facebook Live, gingen in een mum van tijd de beelden de wereld over. En overal ter wereld keek men mee hoe deze arme man werd verpletterd onder de politieagent. en met een heze stem aangaf dat hij geen lucht kon krijgen. I can't breathe. Iemand uit de omstanders vroeg de agenten nog of de man alsjeblieft wat zuurstof mocht krijgen. Maar nee, hij bleef de keel van de man afknijpen. Met als gevolg dat George Floyd, een Afro-Amerikaan. een vader van twee dochters en een zoon, die dag. Zijn leven verloren. Best heftig, hè? Wanneer je als mens niet vrij bent om te ademen. Als iemand gewoon boven je gaat staan en gaat bepalen of jij er wel of niet mag zijn. Weet je, ademhalen is ja, de meest basale behoefte van een mens. Wij kunnen niet leven zonder adem. En als ik dan denk aan het woordje levensadem, zoals het wordt genoemd in Genesis 2, vers 7, dan hangt dat voor mij hier nou mee samen. Wanneer God de mens de levensadem geeft, zou het dan kunnen gaan over bestaansrecht. Zou het erover kunnen gaan dat Jij verantwoordelijk mag zijn voor je eigen leven, maar ook ruimte in mag nemen voor je eigen leven en voor de vragen die je aan het leven wil stellen, zonder dat een ander jou direct de adem ontneemt en vertelt wat jij allemaal wel en niet mag en moet doen. Ik zie dat hier een beetje voor me in de tekst. He, dat God Adam maakt vanuit liefde en verlangen. En dat hij hem ook letterlijk zuurstof geeft om op pad te gaan. Hij krijgt van God een woonplaats en een prachtige opdracht in de tuin van God. Waar hij zijn verbeeldingskracht ook in kwijt kan. En dan als eenmaal Eva naast hem staat, dan stappen ze samen ook Gods wereld in. Om te ontdekken hoe het leven werkt. En God zelf die doet, ja, zoals het een goede mentor betaamt, een stapje terug. Nee, hij zit er niet continu op de hielen om te vertellen wat ze wel en niet moeten doen, waar ze moeten slapen en hoe ze moeten eten en welke namen ze de dieren moeten geven enzovoort. Nee, ze hebben de levensadem. Ga maar, zegt God. En s'avonds maakt God een wandelingetje in de tuin om te zien hoe het met ze gaat en om ze in te fluisteren dat ze geliefd zijn. Adam en Eva, wat een mazzelaars. Je kunt je als mens toch geen betere start wensen dan dat je rechtstreeks door God uit de klei getrokken wordt en mag wonen in een wereld die in perfecte harmonie is: een wereld zonder kras, zonder lijden, een wereld zonder afwijzing en zonder machtsstrijd, zonder ziekte- en pestgedrag. Een wereld zonder misbruik en onbegrip en zonder eenzaamheid en al die andere woorden die ik zou kunnen toevoegen aan deze lijst waar we eigenlijk niet zo blij van worden. De wereld van Adam en Eva is een wereld met zuurstof. Ja, bij ons is dat vaak anders. Wij leven niet in een wereld die altijd veilig en goed is. Toch? Een gebroken wereld zou je kunnen zeggen. We zien het om ons heen gebeuren in grote thema's op het wereldtoneel, maar misschien ook wel heel dicht bij huis in kleine verhalen op straat of op school of op het werk. Heel vaak ontmoeten we mensen met zuurstofgebrek. Zo sprak ik eens met een dame op leeftijd die aan het eind van een kerkdienst naar me toe kwam en op een nogal ongecontroleerde manier begon te huilen. En met tranen in haar ogen vertelde ze me vervolgens iets over haar geschiedenis op de basisschool. Jo, het was meer dan vijftig jaar terug. Ze zat daar toen als klein meisje in een klas waar ze iedere dag werd gepest. Haar klasgenoten liepen om haar heen alsof ze gewoon niet bestond. Ze vonden het haar raar. Of misschien beter gezegd, ze werd raar gemaakt door de andere kinderen van de klas. En toen op een bepaald moment ook haar enige vriendinnetje zei dat ze liever niet meer met haar om wilde gaan, omdat ze bang was zelf ook haar plek in de groep te verliezen, knakte er iets in haar kleine kinderhartje, zo diep, dat het na al die jaren nog steeds voelde alsof het gisteren was gebeurd. En nu, vijftig jaar later, stond dit kleine meisje eigenlijk voor me, in de gedaante van een oude vrouw, met tranen die rolden over haar gezicht. Niks mis met die vrouw. Een prachtige vrouw, door God gemaakt. om in haar leven tot de bloei te komen. Maar ze keek terug op een levensreis. waarin ze niet voldoende zuurstof had. om het leven ten volle uit te kunnen buiten. Nee, wat lang geleden waren er een paar kinderen. die als het ware een knie in haar nek hadden gezet. en haar de adem ontnamen. I can't breathe. Misschien komen we allemaal wel eens in een situatie. waarin het ons aan zuurstof ontbreekt. Misschien wel het moment waarop je je realiseert dat je de verkeerde huidskleur hebt. Of de verkeerde schoenen draagt. Naar de verkeerde muziek luistert. Of te slim bent. Of te dom bent. Gescheiden bent. Homo bent. Of gewoon niet zo goed weet wie je bent. Het kan je zomaar overkomen in deze wereld. Dat je er opeens alleen voor staat. Dat je geen ruimte hebt om echt te laten zien wat er omgaat in je hart. Want als de mensen het weten, accepteren ze me dan nog wel? Zo hoorde ik het verhaal van Marty Sampson. Hij was een van de vooraanstaande aanbiddingsleiders in de Hillsongkerk in Sydney. Hij heeft tal van bekende worship songs ook op zijn naam staan. Je zou kunnen zeggen: in zijn wereld had hij het echt gemaakt. Zijn vrienden keken ook tegen hem op. Hij had jaren geoefend, keihard gewerkt om de muzikant te worden die hij was. En hij had zichzelf een plek bevochten naar de top. Maar terwijl hij eigenlijk de droom van zijn jeugd leefde en zijn aanbiddingsconcerten wekelijks werden bezocht door duizenden mensen, gebeurde er plotseling iets waar hij niet op bedacht was. Hij kreeg geloofsvragen en twijfel over de teksten die hij zong. Niemand mocht het weten hoor, want ja, in de wereld van Marty was twijfel taboe. Hij hield het daarom maar stiekem voor zichzelf. Maar denk je eens in, wat gebeurt er met je wanneer je wekelijks op een groot podium staat? Duizenden mensen in de zaal die hun hart openen voor God, terwijl jouw eigen hart gesloten blijft. Marty raakte van binnen hoe langer hoe meer verscheurd. En op een bepaald moment lukt het hem ook niet meer om zijn innerlijke strijd verborgen te houden. En hij gaat op Instagram en hij knalt van het een op het andere moment alles eruit, heel ongecontroleerd. Jongens, ik ben er klaar mee, zegt hij. Klaar met de kerk. Klaar met het feit dat er in de kerk zo weinig ruimte is voor mijn vragen. Klaar met het feit dat alles in de kerk altijd maar positief moet zijn. Klaar met een plek zonder ademruimte. Mensen, als er geen ademruimte is, dan wordt het onveilig om je hart te openen. Om vragen te stellen. Om je zorgen te delen. En dat maakt dat heel veel mensen, net als Marty, hun geloofsvragen maar stilletjes voor zichzelf houden of gewoon via de achterdeur van de kerk vertrekken. Doodzonde is dat. Maar wat kan het leven dan een worsteling zijn hè? Thuis of op school of in de kerk onder vrienden. Want overal dreigt daar die kans dat je vroeg of laat niet geaccepteerd zult worden zoals je werkelijk bent. En het gevaar is dan dat je je continu aanpast en een soort opgelegde identiteit ontwikkelt, waarin niet te langer jijzelf, maar anderen voor jou bepalen wie jij bent, wat je doet, wat je gelooft. Mag ik jou een wat vragen? Wanneer ontbrak het jou aan zuurstof? Weet je wat me fijn lijkt? Om tijdens deze overdenkingen samen adem te halen, terwijl we kijken naar het scheppingsverhaal. Stel je nou eens voor dat jij daar staat. In die prachtige tuin van God. Je voelt daar Gods aanwezigheid om je heen en je ontvangt de wereld als cadeau uit Zijn hand. En dat de Schepper van je houdt, dat is geen vraag, nee, dat is een diepe zekerheid. Hij heeft jou uit liefde gemaakt en alles om je heen straalt Zijn liefde voor je uit. Moet je je dan eens voorstellen dat God naar je toe komt? Dat Hij Zijn levensadem in je neus blaast en dat Hij zegt, ga. Leef. Ik nodig je uit om op te staan en op ontdekkingsreis te gaan. En stel je dan eens voor dat je opstaat en dat je gaat in de wetenschap dat je Gods geliefde kind bent. En je geeft zijn liefde ook door aan de wereld om je heen. Gaat het dan altijd goed? Nee. Nee, soms stoot je ook je neus. Soms raak je verdwaald in het leven. Maar dan hoor je God weer vanuit de avondkoelte die jou wenkt. Mens, waar ben je? Hij is daar, hij geeft richting, vergeving, troost en herstel waar je dat nodig hebt. En op de zevende dag, dan rust je samen met God uit, om vervolgens weer op te staan en te gaan onder de zegen van God. Wauw, is dat niet het leven waar je van droomt? Weet je, het scheppingsverhaal is zo prachtig, omdat het ook gaat over ons leven vandaag. Het gaat over universele thema's opgediept uit de oergeschiedenis van de mensheid, maar nog altijd zo actueel voor ons vandaag. En in deze overdenkingen wil ik daar samen met je tijd voor nemen. Vandaag mochten we samen ademhalen. En in de volgende overdenking denken we na over de vraag wat het betekent dat God de mens maakte naar zijn evenbeeld. Wat het betekent dat wij beelddragers van God zijn. Hoe bepaalt dat niet alleen mijn eigen waarde, maar ook de waarde van alle mensen op deze planeet?